Een deel van het succes van Willem II is misschien wel dat ze al 4 keer dezelfde opstelling hadden aan het begin van een wedstrijd. 3 keer kan dat niet. Jonk is geschorst. Zijn vervanger is Freek Heerkens. En hij schiet de 1-0 binnen. 10 minuten gespeeld. Een hoekschop, een rommelige situatie. Hij valt voor de voeten van Heerkens. En dan is de voorsprong er al vrij snel voor Willem II. De nummer 5 van de keukenkampioendivisie. Jong Ajax staat 15e. Tristan Gooyer aan de rechterkant bij Jong Ajax vindt Jaden Banel. De redding van Kostas Lamproe tegen zijn oude werkgever. De sfeer zit er in ieder geval prima in het Koning Willem II stadion. In een aardig vermakelijke eerste helft. Toch nog weinig grote kansen gezien van Willem II. Maar dit is goed gevoetbald. Overstapje Kabangu. Daar is Svensson. Svensson. 2 kansen. 2 keer raak voor Willem II. Binnen 25 minuten een comfortabele 2-0 voorsprong. Hij maakt zijn 7e van het seizoen en is daarmee nu alleen clubtopscorer van de Tilburgers. Een uiterst effectief Willem II dus. Goeie bal dit naar Kabangu. Nu voorlangs. Willem II kan dus wel degelijk missen. Weinig grote kansen voor Jong Ajax. Heerkens krijgt de bal op zijn hand. Binnen of buiten de 16. Volgens Martijn Vos in ieder geval erbuiten. Een vrije trap dus. Voor Jong Ajax op slag van rust. Met Klinsson achter de bal. En ook die is raak. 2-1. Op slag van rust. En Jong Ajax doet dus zomaar weer mee. Lamproe ziet er niet goed uit. 2 stappen naar rechts. En dan valt hij links van hem binnen. Daar was toch meer te doen voor de doelman van Willem II. Bokila is dan in de ploeg gekomen. Wordt bediend door Kabangu. Op een presenteerblaadje krijgt hij hem. Maar hij lijkt enigszins te schrikken van Charlie Setford. Die de bal hier mist. En dat doet Bokila ook. Een grote kans dus op de 3-1. De tweede helft een stuk minder vermakelijk dan de eerste. Weinig grote kansen. En zeker Jong Ajax creëert heel weinig. Gooyer, vrije schietkans. Het is typerend, een afzwaaier. De ploeg van Dave Vos. Die bij zijn debuut nog won van MVV. En nu tegen zijn eerste nederlaag aan lijkt te lopen. Jong Ajax op zoek naar de gelijkmaker. Dan kan Willem II lekker gaan counteren. Michael de Leeuw in de ploeg gekomen. Makkelijk in de handen van Setford. Maar Willem II wint wel. 5e thuiswinst op rij. En Thijs Oosting blijft op de bank zitten. Het is voor de fans dus nog een weekje wachten op zijn rentree.